hotelkamer in Aken met een fiets. Nummertjes opgespeld. Dat betekent dat ik morgen mijn eerste wedstrijd van het seizoen ga rijden. De UCI Gravelrit in Aken. 124, 126 kilometer, 1400 hoogtemeters. Dus dat wordt een pittige. Wel een snelle ook. Fietsjes er klaar voor. Bandjes zijn helemaal ready to go. Juiste versnellingen erop. Bidonnetjes die zijn al gevuld. Camelback is al gevuld. Nummertje zit al op mijn shirt. En het belangrijkste wat ik nog moet gaan doen, wat ik nog moet gaan beslissen, is de bandendruk. Oeh, en dat is lastig, joh. Ik zit nu met 45 mm. Voor het eerst dat ik met 45 rij. En dat wordt uitzoeken. Dat wordt uitzoeken. Twijfel. Maar goed, ja. Morgen naar de hand, dan weet ik meer. En nu is er nog een beetje onzekerheid. Altijd lastig. Mijn werk hoefde ik niet te zetten, want naast de Gravel Fondo werd ook een gewone Grand Fondo georganiseerd. En die ging voor mijn hotelkamerraam langs. Dus ik werd op tijd gewekt door de motoren en de zoemende wielen. Maar ik moest ook op tijd weer weg zijn voordat ze terugkwamen voor de finale. En dan zou de weg afgesloten worden. Nou, dat wisten we net te halen, anders had ik daar uren gestaan. Maar gelukkig wist te halen, kwam ik in een parkeergarage, kon ik lekker mijn spulletjes gaan pakken en me klaar gaan maken voor de start. Zo, en dan zijn we vertrokken voor weer een mooi avontuur. We gaan beleven wat deze wedstrijd gaat brengen. Ik heb niet verkend. En hier in het begin is het vooral wachten. Dus dat is niet zo heel spannend. Vooral dat het wel lang duurt voordat we met z'n allen hier door deze fuik heen zijn. Maar als we helemaal los zijn, dan gaat het ook meteen behoorlijk hard. Hier nog even het losse grind door. Tussen een paar mensen door wurmen. En dan komen we op het eerste asfaltstukje. En dan gaat het de gas aan open bij je nou zo goed als iedereen. Het is een startveld van 3000 gravelaars. Nou, en dat is niet op rang of wat dan ook. Nee, alles zit om elkaar. Dus er zitten goeie aan de voorkant, goeie aan de achterkant. Maar er zitten ook mindere goden vooraan, achteraan, alles door elkaar. Nou, en ik als middenmoot zit daar een beetje tussen. Dus ik haal wat mensen in, er vliegen wat mensen maar voorbij. We zitten hier op de eerste klim. En dan gaan er echt wel wat jongens behoorlijk hard omhoog. Zoals hier Dennis die me voorbij komt, die ik ken van de cross. En dan gaan we hier het eerste echte parkje in. De klim. Zoals die in de boeken staat en waar het behoorlijk smal is. Aan alle kanten wurmen is. En dat maakt de graveltocht in Aken toch wel bijzonder. Dat we hier dwars door een startparkje heen gaan. Waar, zoals ik nu merk, een hoop hindernissen liggen. Ook kuilenkrobbels. Waar ik als crosser toch weer even lekker een binnenbochtje pak hier. En dan bij de volgende hindernis versmalt het weer. En dan stopt het helemaal op. En dan denk ik, buitenom zie ik ruimte zat. Dus zo haal ik eigenlijk gratis een aantal plekken in. Maar dan zie je eigenlijk hoe raar dit eerste stukje is. Want we gaan hier een soort stapvoet. Dus iedereen die is echt aan het rollen in stilstaan. En dan zodra je hier weer de ruimte krijgt, vliegen we elkaar voorbij. En dan zie ik hier ineens een levensgevaarlijke put. En dan denk ik, die had wel aangegeven mogen worden. Maar goed, bidonnen hier overal vanwege de snelheid en het gerobbel. En vooral de onoverzichtelijkheid als je met zo'n grote groep rijdt. En naast de bidonnen ook mensen langs de kant die je ketting eraf hebben of een lek rijden. Dus het gaat hier niet bij iedereen van een leidakje. Terwijl hier Bjarne Maton, de Nederlands kampioen veldrijden, bij de amateurs voorbij komt. En ik hier een lekker crossbochtje pak. En zo kom ik hier en daar wat bekenden tegen. Zoals hier de man in het groen-geel voor me. Die ga ik even lekker bij in het wiel zitten om van te profiteren. Hier kletsen we even wat over een van onze crossmaten die al voor ons zit. Nou, ik zei al tegen hem, die gaan we niet meer terugzien. Terwijl Frankie mooi laat zien hoe je een bochtje moet nemen. Dan denk ik, boah, dat is een mooi win om te hebben. Dus als hij hier weer zo'n bochtje pakt, dan probeer ik met alle hens aan dek met hem mee te gaan. Dan zie je door de volgende bochtensectie is het eventjes kriskras overal doorheen. Maar dan zie je toch dat Frank net even wat verder uit al die bochten komt en zich er overal doorheen wint. Terwijl we hier ook weer zo'n rare bottleneck hebben. Met een haakse bocht waar iedereen een beetje zijn weg doorzoekt. Uiteindelijk zat ik aan de buitenkant, neem ik hier een mooi weggetje. En weet ik niet echt wat plaatsen in te halen, maar ook niks te verliezen. Terwijl hier ook weer zo'n afsnijstukje in zit. Dus niet overal even goed nagedacht over de route. Maar met zo'n koststukje als dit, dan denk ik, had wel goed komen. Hier wat behouden tussen de mensen nog. En dan zie je dat anderen daar heel anders over denken als we op het asfalt komen. Want dan vliegen hier een aantal voorbij die overduidelijk naar voren willen. Hier nog even zo'n haaks bochtje duifbommen dat je denkt,
Ja, dat hoeft niet echt. Maar goed, we komen er allemaal heel huis doorheen. Door dit soort kleine, ja, het zijn het mini viaductjes waar je onder een doorgaande weg heen gaat. Terwijl alles inmiddels op een groot lint zit. En af en toe, als we van de gravel af zijn, dan rijden we weer stukken door de stad heen, door de buitenwijken. En dan kom je daarna weer op gravel. Terwijl hier voor mij iemand echt snoeihard op zijn bek gaat die het verkeerde pad koos. En wie hier Helene, ook een van de crossers van de Nederrijnse berg zien, die was de zadel al kwijtgeraakt onderweg. Dus die staat daar te klooien. Terwijl ik hier net een mannetje voorbij wil gaan voor de bocht om aansluiting te houden. Maar dat komt me duur te staan. Ik ga echt vervelend onderuit. Echt eventjes van gesokkeld. En denk ik, oeh, die zag ik niet aankomen. Nou, kijken of alles oké is. Nou, zelf gaat alles goed, dus ik spring erop. Maar dan merk ik eigenlijk al snel dat mijn shifter behoorlijk scheef staat. Dus ik stap eraf en ik begin wat aan mijn shifts te trekken. Geef er een beukje op. En uiteindelijk kan ik op die manier weer opspringen. Maar ik ben wel eventjes geraakt, om het zo maar te zeggen. En dan moet ik weer eventjes terugkomen in het goede gevoel. En op zo'n hobbelstuk als dit, dan lukt het voor geen meter. Maar goed, hier op de weg word ik ingehaald door de mannen van Team Afzien. Ook een aantal crosses uit Utrecht, waar ik dan even lekker bij in het wiel kan gaan zitten. Maar gauw draaien we het volgende gravelstuk op. En dan is het meteen weer aandacht erbij houden dat ze niet voor je neus gaan liggen. Nou, ik weet me wel weer een beetje tussen de mensen te zetten, maar ik voel niet echt het vertrouwen. Hier weet ik dan wel weer een lekker crossbochtje binnen toe te pakken. Maar bij andere bochtjes gaat het een stukje minder. En ik mis vooral even dat goede gevoel om weer lekker in de wielen mee te kunnen strijden. Dus ik hang een beetje in de touwen. Maar hier zit ik weer in het groepje. Probeer ik langzaamaan naar voren te kruipen. Maar ik merk wel dat mijn tacht niet echt lijkt te zijn. Ook hier neem ik echt een dramatische bocht in het wiel van deze gozer. Dus het vertrouwen is er niet. En na die val is het goede gevoel ook wel even weg. En als ik dan hier op de kant word gezet, dan is het helemaal zoiets van, ja, wat gebeurt hier nou, joh? Het is elke keer vliegen naar het volgende wiel. Nou, ik roep even naar links, waardoor ik mooi uit de wind word gezet. Dus dat is dan weer wel fijn. Maar ik word langzaamaan uit het groepje gebonjourd. Elke keer op de rekker. En dan kom ik met wat bocht en wat afdaling wel weer terug. Maar dan uiteindelijk op het begin van het lange tussenstuk, dan kom ik alleen te zitten. Ja, dan baal ik wel echt een stek, want dat is een goede 20 minuten dat ik daar alleen een beetje in de wind zat aan te klooien. Terwijl we hier het enige echte baggerstuk tegenkomen in de koers, kom ik aardig doorheen. En dan word ik weer ingehaald door Michiel, met wie ik eigenlijk de hele dag een beetje zit te yo-yoen. Soms zit ik weer iets voor hem, dan hij weer iets voor me. En zo blijven we de hele dag een beetje bezig. Terwijl ik hier weer in een groepje zit en de man voor mij een kostbaar foutje maakt. En ik hem met piepende banden er net omheen weg te komen. Nou, dat is maar wel een likeje waard voor deze technische oplossing. Maar Michiel, gaan we weer voorbij. En dan zit ik hier in zo'n tussenstuk in het wielbeam. Want ik denk, nou neem even over. Nou, ik zit een stikpot, kan ik je wel zeggen. Het ging namelijk behoorlijk hard. En dat is wel een beetje het kenmerkende voor deze gravelwedstrijd. Het gaat echt verschrikkelijk hard. In de eerste 3 uur reed ik 28 gemiddeld. Nou, op trainingsritjes haal ik niet eens 28 gemiddeld op een gravelfiets. Laat staan als het een lange koers is met allerlei hoogtemeters. En zo zie je ook dat als je dan die snelheid niet echt lekker in de benen hebt, dan pier je er eigenlijk de hele tijd af bij die snellere groepjes die echt vol op bak aan het razen zijn met elkaar. Nou, dat is natuurlijk voor een deel de conditie die ik nu heb, die gewoon niet helemaal geweldig is. Ja, aan de andere kant is het ook een stukje vertrouwen dat ik mis om me wat meer te smijten en wat meer met durf door de bocht te gaan. Terwijl ik hier een Michiel opnieuw tegenkom. Dus we gaan met z'n tweeën in elkaars wiel zitten en rijden weer lekker door. Terwijl we nu inmiddels aangekomen zijn bij ongeveer 2,5 à 3 uur koers. Nou, dan merk je dat bij mij inmiddels de batterij helemaal leeg is. En dan terwijl ik hier ingehaald word door de Europese kampioen gravel in een leeftijdscategorie, zie ik het eigenlijk niet echt meer zitten. Is de mentale veer ook wel een beetje gebroken. Nou, zoals je ziet zit ik terug in de auto en is het tijd voor een recap. Zo, ik zit inmiddels in de auto terug. Ik ben weer een beetje bij de levende. Het was een zware wedstrijd die niet helemaal gegaan was zoals ik had verwacht. Maar soms heb je dat. Ik kan niet altijd topfit zijn. In dit geval was ik niet helemaal zo goed als dat ik wilde, maar was ik gewoon met het idee vertrokken. Dus iets te hard gestart,
En daarna mezelf heel hard tegengekomen. En uiteindelijk na iets meer dan 3 uur met volledig verkrampte voeten de brui aan moeten geven helaas. Maar wel weer hoop geleerd. En de volgende keer ga ik ervoor zorgen dat ik weer beter voor sta. En dan gaan we kijken hoe het was. En nou heb ik het in het stukje over het parcours en een stukje veiligheid. En dan ben ik eigenlijk best positief. En in de media was er aan de hand een hoop gedoe, zeker voor de profs en de elite renners. Ja, in mijn categorie was het echt wel een stuk minder, want ja, er waren gewoon al heel veel mensen over het parcours geweest. Dus de meeste gevaren waren wat dat betreft wel geweken. Dus ik had het heel anders beleefd. Zeker dat er meer aangegeven mocht worden qua potjes en dergelijke. Maar ik ben ook wel bij mountainbike marathons ook wel gewend dat er soms gewoon mensen op de paden kunnen lopen. Dus daar hou je toch altijd wel rekening mee. Dus ondanks een paar dingetjes vond ik het eigenlijk allemaal wel meevallen. Maar goed, ja, dat is dan natuurlijk mijn beleving. En de volgende is Hegau, dat is in het Zwarte Woud in Duitsland. Dus dat is iets verder weg, iets meer hoogtemeters. Maar lange klimmen en lange afdalingen. Dus hopelijk ligt dat wat beter. En is tegen die tijd wat kouder. Want met deze hitte, 2 dagen geleden liep ik nog in de sneeuw in Oostenrijk. Dat was geen goede voorbereiding. Nou, zie je bij de volgende. Tot dan.